Er zijn alleen nog maar variabele contracten te vinden op de markt en die zijn bijzonder moeilijk te vergelijken. Maar daar is toch wel verandering in gekomen. De regulatoren in ons land, de energieregulatoren, die zijn het nu eens over de methode hoe ze die contracten gaan moeten berekenen en vergelijken. Jordi, leg eens uit, is dat belangrijk voor de consument? Ja, dat is heel belangrijk. Zoals je zegt, zijn er enkel nog variabele contracten. Het minste wat je kunt verwachten is dat deze perfect vergelijkbaar zijn voor consumenten. Tot voor kort was dat niet het geval, omdat er verschillende methodes werden gebruikt om te vergelijken, waardoor afhankelijk van de prijsvergelijker die je gebruikte, je soms een totaal verschillend bedrag te zien kreeg voor één en hetzelfde contract. Ja, dat zorgde natuurlijk voor heel wat vragen en onbegrip bij consumenten. Wij hebben dan aangedrongen op een oplossing. Die oplossing die is er nu. De vier regulatoren zijn het eens geraakt over één uniforme methode om variabele tarieven te gaan berekenen vanaf november. Het grote voordeel daarvan is dat de prijzen, de tariefplannen, dat die beter een correctere rangschikking opleveren als je gaat vergelijken, waardoor je dus weet welk tariefplan voor jou het meest voordelig is. Belangrijk is daarbij wel dat het natuurlijk nog altijd een schatting blijft. Het is geen exacte wetenschap. Niemand kan voorspellen hoe de prijzen verder zullen evolueren de komende maanden. Dus het blijft altijd een inschatting die je op een gegeven moment maakt. Wil jij meer weten over energie? Neem dan zeker eens een kijkje op onze website.